Hey, welkom iedereen in deze gloednieuwe weervideo van Noodweer Benelux. We zijn er opnieuw bij op dit YouTube-kanaal met de laatste stand van zaken op vlak van de weermodellen. Als u alles wil weten rond die atmosfeer, die winterprik en wat er nog kan komen, mogelijk zelfs lenteweer, dan zit u hier de komende 10 minuten aan het juiste adres. Mijn naam is Nicolas. Vergeet zeker niet te liken op deze YouTube-video en we gaan richting 30.000 abonnees. Als u daar graag deel van uitmaakt. Abonneer even gratis en welcome to the club. We gaan er onmiddellijk aan beginnen. Dat is onze site, noodweer.be. Nu, ik zou zeggen, als je daar vragen rond hebt, rond het weerbericht, de weersverwachting voor de komende dagen, dan ga je op deze site het antwoord vinden. Nu, heel simpel. Komende dagen staat bewolking, af en toe wat neerslag, toch wel centraal. En gaan we richting woensdag, donderdag, naar zeer hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. En zien we dat eigenlijk al in onze weersverwachting? Wel, dat kunnen we meteen even checken door naar onderen te scrollen. En dan zien we hier voor Ukkel in België. Dan zien we de weersverwachting maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. 9 tot later zelfs een 13 graden. Wel, mensen, u mag daar mogelijk een 15 graden van maken. Richting woensdag, donderdag nadert zeer zachte lucht op 1500 meter de lage landen. En dat gaan we voelen. Deze setting in de zomer bij droge condities en veel zon gemakkelijk 35 graden en meer. No joke. Dus, Ukkel, 13 graden. We gaan dat wel bekopen met bewolking en af en toe wat neerslag. Dus wie al een terrasje in gedachten had, wel, dat gaat misschien moeilijk lukken, want regen erbij, weinig kans op zon. Maar toch, temperaturen die in de lift zitten, ook voor Nederland is dat zo. De beeld gaan we naar een 12 tot 13 graden. De beste dagen van de week lijken op dit moment de maandag en dinsdag, 12 en 13 februari. Te zijn. Maar we gaan even in die weermodellen gaan duiken en die grootschalige setting gaan we er even bij pakken. En hoe kunnen we dat beter doen, jawel mensen, dan met ons weermodel, het Amerikaans weermodel GFS. We hebben de Benelux, dat gaan we hier even markeren in de zwarte cirkel. U ziet blauw, dat is laag druk. En u ziet geel, oranje of zelfs rood, dat is hoge druk. En dat is meestal droog weer en zon. We gaan even kijken, mensen, of we hier iets zien gebeuren in die nieuwe week. Het is trouwens krokusvakantie in België. Geen idee hoe het zit in Nederland. Dus alle Nederlandse kijkers hier beneden in de reacties, mag ik loslaten? Is het ook bij jullie krokusvakantie of niet? Geen idee. Dan gaan we even kijken. Richting die 12, 13, 14 februari. Valentijn nadert. Vergeet dat niet, mensen. De weeranalist hier, die herinnert u daar graag aan. Een bosje bloemen of chocolade of wat anders kan altijd wonderen doen. We gaan even zien. Hier donderdag 15 februari, the day after Valentijn. Dan zien we een zuidweststroming. Dat wil zeggen, aangevoerde lucht is vrij maritiem vanaf die Atlantische Oceaan. En een vleugje uit Spanje wat de temperatuur betreft. Dus op 850 hectopascal gaat die temperatuur stijgen, risen. Dus ja, dit is een anti-winterse setting. De thumbnail van deze YouTube-video heet dan ook de winter voorlopig knockout. Echt waar. KO. Waar het wel koeler is dan normaal, dat is niet zo abnormaal, is in de regio van Turkije. Er zit daar een lage drukgebied tussen Griekenland en Turkije geperst. In de hogere lege gebieden zou het mij niet verwonderen dat daar sneeuw valt. Maar bij ons in grote delen van West- en Centraal- en Zuidwest-Europa warmer dan normaal. En je mag gerust zeggen, veel warmer dan normaal. Goed, dan gaan we even kijken richting het weekend die dan komt. Wat gebeurt er op dit weermodel? Even zien. Die zuidweststroming blijft intact en we zien onze good old friend hier in de buurt van Portugal, Spanje. Dat is in het weekend, gaat er opnieuw gaan versterken. En daar hebben ze wel al een aantal maanden heel droge condities. En dat lijkt met de komst van het nieuwe hoge drukgebied niet anders te zijn. Wij zitten aan de noordflank daarvan, dus net onder die beschermende vleugels van dat hoge drukgebied. Een lichte neiging tot wat hoge drukvorming tussen IJsland en Noorwegen. Maar of dat iets gaat brengen wat winterweer betreft in de ultralange termijn, we gaan het zien. En dat gaan we in deze weervideo gewoon meenemen. U ziet trouwens ook die zachte lucht helemaal ver tot in Rusland.
17 februari. En dan zijn we toch al half februari, deze sprokkelmaand gepasseerd. Gaat dit een maand worden zonder winterweer? Het is nog vroeg, dus we gaan voorzichtig zijn. Er kan nog veel veranderen. We gaan even zien hier. 20 februari, ideaal. Dan zien we dat die grootschalige setting, die anti-winterse setting, ja, intact blijft. Wie is de hoofdrolspeler? Dat is hier eigenlijk een complex lage drukgebied op die Atlantische Oceaan. Die gaat die jetstream gaan triggeren, de straalstroom en vol ornaat richting West-Europa. Trouwens, mensen, heel simpele polvraag op deze weervideo. Geen weergerelateerde polvraag met een ja of een nee. Maar gewoon, ik vraag het even aan jullie. Wat vindt u van dit soort weervideo's? Een 10, 12 minuutjes ongeveer. En deze weerupdates. Laat het gewoon even los hier beneden onder deze video in de comments. Vindt u het amusant? Vindt u het heel leerrijk? Laat maar weten. Ja, heel benieuwd. 20 februari. Hadden we gezien. Complex lage drukgebied. Atlantisch Oceaan zwaait te plak. Dan gaan we nog wat verder kijken of daar wat verandering in komt richting het einde van de maand. En oei oei oei, Nicolas, dit is boeken toe. 22 februari, we gaan dan naar jouw verjaardag ongeveer. Dat is de 26e verjaardag. Februari moet het zijn. En we zien hier een westcirculatie. Oh la 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 la. En dit is ondanks gunstige signalen wat de MGO betreft, en dat is een teleconnectie, en de stratosfeer, zien we hier eigenlijk in het GFS-weermodel daar niks van terug wat winterse setting betreft. Nee, aanvoer vanaf die Atlantische Oceaan brengt ons nog meer wind en nog meer regen. Zitten we daarop te wachten? Nee. Maar het Amerikaanse weermodel zegt, ja, het zal nog meer van hetzelfde zijn. En we gaan gewoon de hele run even uitlopen. Verbetert dit of wordt het nog slechter? Hoge druk tijdelijk, 23 februari, een droger intermezzo. Ja, en dan in de ultralange termijn grote bak zout nemen, mensen. Betrouwbaarheid zakt als een baksteen. En in de ultralange termijn lijkt een tijdelijke noordweststroming mogelijk. 26 februari, no joke, mensen. Ik heb de weermodellen niet omgekocht. Maar betrouwbaarheid minder dan 5%. Dus voorlopig ga ik daar ook niet echt van uit. En dan opnieuw lage drukgebied die nadert vanaf die Atlantische Oceaan. Past perfect eigenlijk in het plaatje. Vooraleer we aan deze winter begonnen, 2023-2024, hadden we een soort van winterverwachting gemaakt die op onze site stond. En daar hadden we het eigenlijk ook beschreven dat deze winter wellicht geen hoogvlieger zou zijn. Mocht er een SSW uitblijven en dan nog, als je een sudden stratospheric warming hebt, moet die ook nog kunnen connecteren met de troposfeer. En dat is ook niet evident. Dan gaan we even kijken naar die stratosfeer, want er gebeurt daar wel het een en ander. Dus in deze weervideo ga ik daar ook even naar turen. Nu, vooraleer we daar naar kijken, ook dit even. De afwijking van de temperatuur, mensen, op 1500 meter hoogte. Rood is afwijking naar boven. In de winter willen we dat niet zien. We willen de blauwe kleur zien. En blauw is een afwijking naar beneden. En dan is het eigenlijk kouder dan normaal. Even zien wat dit hier gaat doen. Dus we doorlopen de week van 12 februari. In de zwarte cirkel zitten wij. En dan vanaf 14 februari, Valentijn, hoe kan het ook anders, een hete dag, zien we het hier opwarmen in de totale luchtkolom. Dan gaan we naar een afwijking van 6 tot 8 graden warmer op 1500 meter hoogte. Op onze Twitter of X ziet u trouwens een heel duidelijk kaartje daar. Dus als je ons nog niet volgt op X, zeker even doen daar. En dan, kijk eens hier. Oh la la, 15 februari. En Luxemburg, delen van Duitsland, Frankrijk, tot 12 graden boven normaal op 1500 meter. De Alpen, ja, daar is het armoedtroef met dit soort weerkaarten. Sneeuw smelt als sneeuw voor de zon. Ja, hallo. Dan gaan we richting het weekend. Blijft eigenlijk vrij zacht in de bovenlucht. En uiteraard ook in thermometer het beneden op 2 meter hoogte. Gaat dat ook heel goed voelbaar zijn in het weekend. Kwikstanden 13 graden. Easy. En dan blijft dat hier zo wat in West-Europa, Zuidwest-Europa, Spanje, Portugal, blijft allemaal daar hangen. Die zachte tot zelfs warme lucht, mogen we wel zeggen, voor deze tijd van het jaar. Nu, Nicolas, wat in de ultralange termijn zien we dan een koelere trend? Wel, ik denk dat we daar gaan verder borduren op het verhaal van de vorige kaartjes.
die westcirculatie gaat erin komen. Dus normaal gaat die rode kleur ook in onze contraien blijven. Even zien. Crazy. 20 februari, alsjeblieft. 21 februari, afwijking 12 graden boven normaal op 1500 meter. En dan een maritieme luchtstroming die probeert ons te veroveren. De hoogste temperaturen op die hoogtes gaan naar richting het oosten van Europa. Boven Scandinavië ook duidelijk warmer dan normaal. En dan blijft dat eigenlijk heel gemakkelijk boven West-Europa onze contraien die rode kleur geven. Dus verlopen ja, van een winterprik tot 20 februari kunnen we zeggen niets. Dat is al 10 dagen bijna vooruit. Ja, met zekerheid. Dan gaan we even kijken in die stratosfeer. Een normale stratosfeer is een blauwe cirkel. Nu ziet die is tegenwoordig niet zo normaal meer. Dat speelt eigenlijk in het voordeel van een winterliefhebber. Als een polar vortex in de stratosfeer volledig blauw is, wel, dan is de connectie voor winterweer heel moeilijk te maken. Als we die gele tinten zien, dan gaat er eigenlijk een opwarming ontstaan. En we zien dat hier gebeuren over het rechtsgedeelte. En dat gaat die polar vortex aanvreten. Jawel, zoals kalk al uw toestellen aanvreet, gaat deze polar vortex ook klappen krijgen. En dit is een forse opwarming daar, richting 14 februari. Dus die polar vortex krijgt klappen links-rechts. Willen we zien om dan later mogelijk effect te krijgen ook op grondniveau. Kijk even hier, 15 februari, 16 februari. Een deel van die polar vortex wordt volledig naar het zuiden geduwd. Ja, bijna volledig van de kaart van die Noordpool geduwd richting Europa. Heel gunstige signalen. Zou een major SSW kunnen zijn. Een technische term voor eigenlijk winterliefhebbers die dat heel graag zien gebeuren. Nu, dit heeft altijd vertraging. Ja, wat gebeurt in de stratosfeer, moet naar de troposfeer en eventueel ook lager. En dat heeft meestal een vertraging van 2 tot 4 weken. Dus u hoort mij al komen. Geen winterweer mogelijk in februari en dan gaat het er mogelijk opnieuw volop zijn in maart en april. Wanneer jullie allemaal in het thema willen zijn van lente, gaat dit mogelijk ons parten spelen. Het is niet heel uniek in maart, april, vorst, sneeuw. We zien het zelfs later ook in het jaar nog gebeuren. En met alle ramp en gevolgen voor de tuinbouw. Dus heel interessante setting hier. Die stratosfeer gaat volledig naar de haaien. Blauwe kleur bijna verdwenen. Very impressive. Ja, indrukwekkend. Dan gaan we de ultralange termijn er ook even bij nemen. Een normale cirkel in het blauw is deze omvang. U ziet dat dat niet het geval is op 19 februari. Dan gaan we even verder kijken. Hoppa. De final warming. De eindfinale komt die in zicht daar. Het lijkt er wel op. De hele polar vortex wordt een tweede maal aangevreten. Een tweede maal, ik zeg zelfs een derde maal, want we hebben dat ook al eerder dit jaar gezien. En dit lijkt echt game over. Game over bij GFS met de polar vortex en de stratosfeer. Oh, 27 februari. Als dit uitpakt, wel, dan gaat dat nog een wilde rit worden in het voorjaar, 2024. Let op mijn woorden. Goed, de weerpluim, Nicolas, wat vertelt die? Ja, die is heel simpel. Die cirkel gaan we even cleanen. Bam! En dan zien we hier de komende dagen een thermische upgrade naar een 15 graden, alsjeblieft. Centraal België, Nederland, een tikkeltje fris, niet heel veel. Een 15, 16, mogelijk een 17 graden in het uiterste noordoosten van België. En dan eigenlijk een weerpluim, ja, die een beetje verder borduurt op die temperaturen. 10 graden ongeveer. Een enkel lid die in het weekend wat te laat is uitgeweest en die wat frisco berekent. Ja, het wordt een unicum, mensen, tegenwoordig frisco in februari. Maar goed, het slechte nieuws is dat die temperatuur wel op niveau blijft, maar de neerslagkans. Kijk even hier. Neerslagkansen zijn iedere dag aanwezig. Dus die paraplu mensen, als u die bij de hand hebt in de wagen, houd die zeker daar. Want het kan nodig zijn. Nu, voor de chauffage, voor de verwarming, goede punten.
regen hebben we al meer gezien. Wat vond u van deze weervideo? Laat het even weten hier in de comments. Als u er meer ook van wil zien, laat ook een blauw duimpje los en abonneer op dit YouTube-kanaal. 30.000, dat moeten we halen tegen misschien mijn verjaardag, 26 februari. Zou een heel mooie mijlpaal zijn. Geniet van ons YouTube-kanaal en tot heel snel. Bye bye.